als je mij toestaat en een vergelijking moet maken, moet ik zeggen dat Suriname, ondanks alles, niet vooruit gegaan is. Als ik bepaalde dingen nu lees in de krant, heb ik alle reden om te zeggen dat Suriname in die periode, vooral in moraal opzicht, in moreel opzicht is Suriname helemaal niet vooruit gegaan. Integendeel. Maar als u bijvoorbeeld kijkt naar die periode toen er waren voor- en tegenstanders voor de onafhankelijkheid. Ja. Was het dan, als u zo terugkijkt, verstandig om onafhankelijk te worden? Altijd verstandig. Kijk, omdat geen enkel land dat zichzelf respecteert, zal bereid zijn om aan de lopende band van een kolonie te lopen. Als u misschien zou zeggen, was het tijd te vroeg of te laat? Ik weet het niet. Ik heb het voorrecht gehad om alle besprekingen bij te wonen. Maar goed, er zijn fouten gemaakt. Ik erken dat in die periode enkele fouten gemaakt werden. Maar niettemin blijf ik erbij dat het tijdstip juist gekozen was door Suriname. Om onafhankelijk te worden. Ja. En heeft u een boodschap voor de Surinaamse samenleving in verband met 25 november aanstaande? Op de eerste plaats meer vaderlandsliefde. Want eerlijk gezegd, dat ontbreekt er vaderlandsliefde. Meneer Bengel heeft een keertje gezegd, alle houden wij niet van elkaar, maar als het om Suriname gaat, laat ons elkaar omhelzen. Dat ontbreekt er. En die uitspraak van de heer Bengel is tot nog toe, staat toch recht overeind. Ik vind dat vooral de vaderlandsliefde, liefde voor dit land, dat ontbreekt er. Denkt u dat politiek daar een rol in heeft, dat we gescheiden zijn door politiek? Ja, ik denk het wel, ja. Kijk, ik zeg niet dat het in mijn tijd anders was. Het is altijd zo geweest, politiek blijft politiek. Maar als wij proberen uit te wassen, vooral, ik maak mij bijvoorbeeld zorgen wat betreft de moraal. Wanneer ik heel wat dingen in de krant lees over vooral die rechtbankverslagen, doet mij ontzettend veel pijn. Als ik een wens zou moeten doen, ik zou zeggen, laat kinderen blijven. Laat kinderen niet op volwassen wijze kinderen worden. Laat kinderen blijven. Zelf heb ik geen enkele reden om te juichen of om niet te juichen. Omdat ik hoe dan ook, hoe men het went of keert, historie kan je niet terugdraaien. Hoe je het went of keert, ik heb een bijdrage geleverd, de right or wrong, betreffende de onafhankelijkheid van Suriname. En daar heb ik helemaal geen spijt van. Ik zie met enorm veel trots op die periode, toen Suriname, ondanks alle tegenstellingen, dat we op het juiste moment elkaar de hand hebben gereikt. Wanneer men een volk wil leiden, moet dat geschieden door de tegenleiders. En als er iets in dit land ontbreekt, is het factor leiders en tegenleiderschap.